Ik ben Tom De Meester en ik ben op 26 mei in de kieskring Oost-Vlaanderen verkozen als Vlaams parlementslid voor de Partij van de Arbeid. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ja, ik wil wel heel graag in het Vlaams parlement terechtkomen. Um, voor ons is het heel belangrijk om hier in dit parlement de stem van de gewone mensen te laten horen. En uh, om toch op een aantal dossiers echt te kunnen wegen, bijvoorbeeld. Betaalbaar wonen is voor ons heel belangrijk, wij wilden absoluut hier terechtkomen om voor meer betaalbare woningen te kunnen pleiten, om ook te zorgen dat er gediscussieerd kan worden over meer sociale woningen bijvoorbeeld. In Vlaanderen is er een echte wooncrisis, er staan meer dan 300.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, dat gaat voor geen meter vooruit, uh, niet tijdens de vorige legislatuur, ook niet tijdens de, de, de regeerperiodes daarvoor, maar we hopen wel nu dat wij hier zitten en rond dat punt echt op tafel kunnen kloppen dat het uiteindelijk misschien een beetje vooruit gaat. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? De avond van de verkiezingen was voor mij toch wel een van de langste avonden uit mijn leven, omdat het was heel nipt eigenlijk. in, in het begin zaten wij in Oost-Vlaanderen wel, wel onmiddellijk een stuk boven de kiesdrempel, maar in de loop van die, van die avond zijn wij onder de kiesdrempel gezakt. Ja, en dan wordt het natuurlijk ja, nagelbijten. Hè. Um, we hebben een, toch een uur of twee, zo 4,8, 4,9, zo net onder de kiesdrempel gezeten en het is pas heel laat op de avond omdat de resultaten van Gent binnenliepen, want de Gent om een of andere uh, reden wordt er in Gent nog met potlood en papier gestemd, dus dat duurt heel lang om te, om te tellen. De resultaten zijn dus heel laat binnen gelopen, uh, maar toen kwamen er wel resultaten binnen uit Gentse stembureaus van 10, 11, 12 tot 15 procent. En eigenlijk zijn het de resultaten van Gent die ons boven de kiesdrempel getrokken hebben, laat op de avond, tegen middernacht pas. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, ik ben heel blij met, met, met uh, het resultaat van, de, van mijn partij. We hadden ook helemaal niet verwacht om hier in het Vlaams parlement met vier mensen te zitten. We hadden wel een beetje gehoopt en er half op gerekend dat Jos Daze vanuit Antwerpen uh, die kiesdrempel zou, zou, uh, zou halen. Waar dat ik verkozen zou worden in Oost-Vlaanderen, dat was ja, toch echt onverwacht. En zeker als je dat dan kadert in het geheel van onze verkiezingsuitslag, ja, dan, uh, dan bij ons hebben de champagnekurken natuurlijk wel geknald. Hè. Ik denk dat wij heel veel stemmen gehaald hebben bij, uh, bij kiezers die ontgoocheld zijn in de klassieke linkse partijen. Die vonden dat de SPA niet geloofwaardig is. Die vinden dat Groen wel een sterk klimaatplan had, maar te weinig op de sociale thema's. Heeft ingezet. Ik denk dat we daar veel stemmen hebben gehaald. Maar we hebben ook veel stemmen weggehaald bij bijvoorbeeld NVA. Uh, mensen die de vorige keer op NVA gestemd hadden, maar die nu vaststellen dat het de NVA was, die bijvoorbeeld de pensioenleeftijd verhoogd heeft naar 67 jaar en die de NVA daarop afgerekend hebben. Eigenlijk hebben alle klassieke partijen, bij, de vorige, bij deze verkiezingen, zware klappen gekregen. Van SPA tot en met NVA. We hebben daar duidelijk van geprofiteerd, denk ik. Uh, we hebben in totaal nu 43. Parlementairen in ja, de vijf parlementen of zo, die ons land rijk is. En voor ons is dat een zeer grote stap vooruit. Wat zijn uw verwachtingen over hun nieuwe functie? Ja, euh, ik hoop dat we hier in het Vlaamse parlement euh, voor vuurwerk kunnen zorgen. Dat zijn wij in elk geval van plan, hè, want met alle respect voor het Vlaamse parlement, maar het is ook niet altijd. Uh, een toonbeeld van, 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 van spetterend debat en zo. Dus wij hopen daar een beetje leven in de brouwerij te brengen. Uh, door de stem van de mensen te laten horen, maar ook door echt op, uh, op dossiers te wegen. Hè. Bijvoorbeeld, een van mijn stokpaardjes is uh, energiebeleid. Ik ben de man die ooit de term turteltaks heeft bedacht en die campagne tegen de turteltaks heeft gevoerd, tot en met uh, het proces dat we hebben ingespannen bij het Grondwettelijk Hof samen met 20.000 andere mensen, om die tax uiteindelijk ook te doen, te doen afschaffen. Ja, ik hoop dat, dat we die stijl en dat soort van, uh, van acties nu ook in het parlement zelf uh, een verlengstuk kunnen geven. Hè, door ook hier in de, in de plenaire op tafel te kunnen kloppen, door te wegen in de commissies op die dossiers. Ja, dat zijn we echt wel van plan. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Uh, ik, heb, ik ben voltijds politicus. Uh, dat betekent dat ik hier in het Vlaams parlement. Uh, hoe mijn werk zal doen, maar daarnaast ben ik ook nog uh, fractieleider in de Gentse gemeenteraad. Uh, daar is ook altijd heel veel, uh, veel te doen. En ja, we zijn ook een sterk groeiende partij. Uh, wij wij steveren nu af op bijna 20.000 leden en ik ben lid van het Partijbureau. En uh, wij hebben ook heel veel werk om die, die grotere partij die wij nu aan het worden zijn, om die te structureren, om daar ook nieuwe initiatieven mee op te zetten. We willen bijvoorbeeld heel sterk investeren in, in onze communicatie, in sociale media, de studiediensten uitbouwen. Overal op het terrein waar wij nu uh, electoraal doorbreken, om daar ook nieuwe afdelingen op te richten. Dus ja, uh, werk zal er voor mij genoeg op de plank zijn, denk ik. Wat is impact ja, de, de, <laughs> de impact op uw sociale en familiale leven? Ja, de impact. Van voltijds aan politiek te doen op je sociaal leven is groot, hè. Dat, dat, dat is zo. Um, ik probeer daar wel een stuk een uh, gouden middenweg in te vinden. Hè, want uh, ik ben niet het soort mens die zijn privéleven volledig opoffert voor, uh, voor de politiek. Je moet daar een stuk keuze in maken. Dus ik, ik, ik probeer wel een stuk kwalitatieve tijd af te bakenen voor mijn kinderen, voor mijn vriendin, want anders wordt het, uh, ja, anders wordt het ook gewoon onleefbaar. Waarop mag de kiezer u binnen vijf jaar afrekenen? De kiezer mag ons binnen vijf jaar afrekenen op, op, ons, op ons engagement binnen en buiten het parlement. Ik hoop dat we een partij blijven die, die, die eerlijk en authentiek blijft. We hebben bijvoorbeeld gezegd van kijk, wij gaan niet in dat parlement zitten om daar zelf rijker van te worden. Wij, gaan, wij blijven doorleven aan, aan een gewoon gemiddeld inkomen rond de 2000 euro. Dat is alvast iets waar dat de mensen ons absoluut mogen op afrekenen. En ten tweede mogen ze ons ook afrekenen op, uh, op het feit dat wij de stem van die mensen laten horen in het parlement. Uh, opkomen voor hun belangen, op tafel blijven kloppen. Ja, daar mogen de mensen mij zeker op afrekenen.